De COVID-19-protocollen zijn per vandaag verder versoepeld. Directeur Rakesh Gayadarsukul van Volksgezondheid zegt dat het besluit is genomen vanwege de statistieken met betrekking tot het verloop van het COVID-19-virus in de afgelopen periode. De vijfde golf is volgens hem mild verlopen. Sukul gaat in op de maatregelen die zijn versoepeld. Vanaf nu zal er geen indicatie meer zijn voor quarantaine. Dus ook na nauw contact met iemand met bewezen COVID-19 hoeven mensen niet thuis te blijven. Twee, daarnaast volgt ook het afschaffen van isolatieplicht. Mensen met een positieve test hoeven niet meer verplicht in isolatie. Bij mensen die veel hoesten, kan besloten worden dat ze tijdelijk thuis blijven conform andere infectieziekten. Bij milde klachten mogen mensen in principe naar hun werk. Hen wordt wel met klem geadviseerd om gedurende 7 dagen minimaal een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Dat is om de transmissie te beperken. Dezelfde maatregelen gelden voor mensen met klachten die niet zijn gaan testen. Dus ben je gaan testen, positief getest, als je milde klachten hebt, kan je toch nog aan het werk met het behouden van een chirurgische mondneusmasker. En wat heel erg belangrijk is, dat de huisarts in samenspraak met de bedrijfsarts het beleid zal bepalen bij personen met klachten. Binnen het gewijzigde COVID-beleid is ook besloten dat kinderen op school geen mondmasker meer hoeven te dragen. Echter wordt er nog steeds geadviseerd dat leerkrachten nog een mondmasker opdoen. Verder is ook het testbeleid gewijzigd. Gesteld is dat in de huidige fase van de pandemie het niet meer nodig is om een ieder met klachten te testen. De groepen die nog wel getest moeten worden zijn patiënten waarbij opname noodzakelijk is ten gevolge van klachten passend bij COVID-19 en gezondheidswerkers met respiratoire klachten, dat zijn ademhalingsklachten, of klachten passend bij het ademhalingsstelsel. En de COVID-surveillance die zal apart plaatsvinden bij voorafgestelde locaties en dat zal dan, de surveillance hiervan zal dan plaatsvinden zoals bij andere infectieziekten. Bepaalde volgende afspraken zullen gemaakt worden. In principe wordt gebruik gemaakt van antigeentesten via een officiële testlocatie. Wanneer een zelftest wordt gebruikt bij iemand met klachten en deze heeft een positief resultaat, dient deze test herhaald te worden indien aan deze test mogelijk consequenties verbonden zullen worden. Voor patiënten die met klachten die passen bij COVID-19 moeten worden opgenomen, zal er een antigeentest worden gedaan. Bij een negatief resultaat zal er toch nog een PCR-test worden gedaan. Het nieuw beleid schrijft ook voor dat mensen zonder klachten, mensen met milde klachten, mensen bij wie quarantaine of isolatie moet worden opgeheven en bij het binnentreden van openbare ruimtes niet meer getest hoeven te worden. Hoewel de COVID-19-maatregelen verder zijn versoepeld, zegt Volksgezondheid dat de Mohana-regels nog in acht moeten worden genomen.